Ja, een bijzondere dame, Jules Fransen. En wij zitten hier met de ouders van Jules. Nou, dat moeten natuurlijk ouders zijn die beren trots zijn. Annemie en Pieter. Allereerst moeder, ja. Hoe kijkt u daarnaar dat uw dochter nu in Tokio zit? Nou, het is heel bijzonder dat ze daar mag zijn, überhaupt mag zijn. Ja. En ja, bijzonder trots. Ja. Echt beren trots, net zoals u zei. Het is eigenlijk een rollercoaster, hè? Ja. Wat hebben jullie de afgelopen tijd meegemaakt? Dat is nogal wat. Jullie zijn bekend in Offenbeek als de eigenaars van de slagerij. Ik geloof dat dat al 100 jaar in familiebezit is. Ja, meer dan 100 jaar. Meer dan 100 jaar. Ja. En opeens dan krijgt vader Pieter opeens een hersenbloeding. En dat hakt er behoorlijk in op de verjaardag ook nog, hè? Ja, dat klopt. Op mijn mans verjaardag. Ja. 68 jaar. Ja. Ja. Dus was zijn cadeautje. Nou, dat is een fijn cadeautje. Ja, dat vonden wij ook. Ja. En hoe gaat het nu met u? U vindt het moeilijk om antwoord te geven, hè? Ja, goed. Gaat goed. Alhoewel. Ja. Want het was een hele klim hier, ook in de kiosk. We hebben een speciale route gemaakt. U bent eerst in Hoensbroek geweest om te revalideren. Maar daar hebben ze het volgens mij hetzelfde gedaan. U allerlei werkzaamheden laten uitvoeren. En nu moest het even hier, hè? Ja, dat klopt. Maar het is heel heftig geweest. Maar ook Jules heeft dat zo ervaren, geloof ik, hè? Natuurlijk. Maar Jules geeft overal wel een positieve draai aan. In het begin was mijn man dus heel slecht. Heb ik ze gelijk moeten roepen. En dat heeft zich gestabiliseerd, gelukkig. Hij is van het ziekenhuis naar het verpleeghuis gegaan. Solidus in de Munt, in Tegelen. Door alle goede zorgen en hulp is hij daar nagekeken door een revalidatiearts uit Hoensbroek. Mm-hmm. En hij mocht naar Hoensbroek. En daar is hij tot op vandaag nog steeds bezig met revalideren. Nu in dagtherapie. Yeah. Ja. En over pakkenweg 5 weken... wordt dat rondom Reuver aangepakt door hier de specialisten. Ja. Maar Jules had gezegd, zorgt u dan maar dat u uit dat revalidatiecentrum komt. Die medaille is voor u. Dan ga ik een medaille halen in Tokio. Ja, dat heb ik niet gezegd. En die drive heeft Jules nu nog steeds aan de andere kant van de wereld, in Japan, tijdens de Olympische Spelen. Want de drive, daar ontbreekt het bij haar totaal niet aan. Nee, helemaal niet. Het is ongelooflijk, want ze was op een gegeven moment uit het Olympisch team gezet. Ja. Omdat zij niet alleen in Papendal wilde trainen, maar ze vond weer een andere oplossing. Het is toch gelukt. Ze is nu op de plek waar ze graag wil zijn. Is haar droom. Het is haar droom. Ja. En als ze het spelletje niet met plezier had gedaan, dan had ze die drive nooit meer gehad. Nee. En ze keek ooit naar de televisie naar Mark Huizinga. En ze dacht, wat die betekent voor de jeugd, dat wil ik straks ook voor de meisjes zijn. Dat zij dan gaan judoën. Ja. Ja. Het is wel een klasbak, hè, uw dochter. Ja. Echt heel bijzonder. En dan heb ik wat filmpjes gezien als ze aan het trainen is. Nou, dat is ongelooflijk. Die weet van geen ophouden, geloof ik. Nee, die foto's vind ik nog... Ja. En ze spreekt ook uit, ik ga niet om mee te doen. Normaal gaan mensen naar de Olympische Spelen om... Ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Mm-hmm. Maar dat komt niet in haar vocabulaire voor, geloof ik. Hè? Dus zij wil echt gaan voor de winst. Dat wil ze. En ik hoop dat ze haar doel kan bereiken. En daar gaat ze voor. Ja. Ja. En het vervelende bij judo is dat het 1 dag is. Ja. En dat zijn een aantal partijen die je dan moet winnen. Ja, mm-hmm. Het kwartje kan die kant opvallen, de andere kant opvallen. Daarom. Maar de focus is duidelijk. Maar ze is ook realistisch. Hè? Ze weet ook dat het eventueel mis kan gaan. Ja. Er zijn 16 deelnemers. En alle 16 gaan voor goud. Ja. En er is 1 gouden plak. Ja. En 1 zilveren en 1 bronzen plak. Ja. En ze gaat ervoor, maar die andere 15 gaan er ook voor. Ja. Dus... Wat is uw laatste berichtje? Want jullie hebben FaceTime regelmatig nog, hè? Met uw dochter. Dat durf ik helemaal niet te zeggen. Maar... Wat het laatste berichtje was. Nee, dat hoef ik niet. Was de autosleutel kwijt van onze auto. En die heb ik al een paar maanden gezocht. En die heb ik vanmorgen gevonden. Dus. Oké, iets in die trant. Ja. Maar zijn jullie zenuwachtig? Zijn jullie gespannen?
Nu nog niet. Nee. Dinsdag is het zover, hè? Ja. Ja. De afgelopen dagen toen ik hoorde van de coronagevallen, toen werd ik wat zenuwachtiger. Toen heeft ze een bericht gestuurd dat ze goed op zou letten. Ja. En ja, en dan ben je weer wat rustiger. Ja. En zelf zit ze in de bubbel. En dat was ook eigenlijk het laatste bericht. En nu sluit ze zich op om zich helemaal te concentreren op de wedstrijd. En dat vinden we ook goed. Ja. We weten dat het haar goed gaat en dat is het belangrijkste. Ja. Maar u zult nog wel meer sporten bekijken, want u heeft niet voor niets deze pet op, hè? Ja. Pieter, want ik zie Borussia, dat moet Mönchengladbach zijn. Groot fan? Ja. En weet ik vroeger dat dat stadion heel veel trappen had in die kerel van de Beukelberg. Het hedendaagse stadion is ook niet zo makkelijk beloond, maar u wilt gewoon naar een wedstrijd toe weer gelopen. Ja. En als het gaat zonder rolstoel, hè, Pieter? Ja. Maar ja, dat is afwachten. Ja, we zullen zien. Hij heeft goede vrienden in Duitsland en hier in Nederland die hem daarmee helpen. En dat komt in orde. De pet heeft hij gisteren gekregen samen met een sportbroek uit, ja, van vrienden van Duitsland. Ja. Dat is toch een van de Jena mop. Ja. Ik heb trouwens begrepen dat Jules in Japan al een appje heeft gekregen, een foto opgestuurd heeft gekregen, dat jullie hier nu in de kiosk zitten om te praten over haar. Ja. Ja, dus daar is ze nu van op de hoogte. Ja, ze is op de hoogte. Ja. Ja, ik had vanmorgen geschreven of geappt dat we hier naartoe moesten. En Rob heeft natuurlijk een foto gestuurd. Ja. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja. Ja, dit is echt bezels trots volgens mij, hè? Dit. Ja. Oh, ja. Ik moet zeggen, of een bees? Of ligt dat? Nou, maakt niet uit. Van alle mensen van heen en ver krijgen we appjes en kaarten. En ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk wat we eigenlijk vanaf 8 februari hebben mogen ontvangen van de mensen. Ja. En ja, daarom heb ik ook goed gevonden dat er een filmpje op Facebook werd geplaatst door Jules. Ja. En voor iedereen te bedanken, want het was een heftige tijd en die sluiten we hopelijk positief af. Ja, en nogmaals, het is al positief. Ja. Want om je dochter op de Olympische Spelen te hebben, dat gebeurt volgens mij, als ik hier om me heen kijk, volgens mij niemand. Dus dat is al super bijzonder. Nee. Nou, er gaat ook nog iemand naar de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, als scheidsrechter. En dat is John Ramakers, die woont hier in Bezel. Oké. En dat is een van de vroegere trainers van Jules toen ze klein was. Ja, ja. Oké, dat is leuk. Dat is ook leuk. Dat verdient ook aandacht. Ja. Ja. Ja, waar gaan jullie? Ja, jullie gaan thuis kijken natuurlijk. Of hoe gaat dat dan in zijn werk? Thuis kijken. Is dat 's nachts? Is dat, dat is 's nachts om, als ik het goed heb, 4:06. Dus van maandag op dinsdagnacht. Ja. Maar onze oudste dochter Kim, een van de trouwste supporters van Jules natuurlijk, die houdt ons op de hoogte, want we kunnen geen wedstrijd bekijken op het moment. Want dat hebben we eigenlijk in de seniorentijd helemaal niet gedaan. Behalve als ze in de finale zat of in het finale blok. Ja. Omdat te spannend is. Ja? Ja. Maar we liggen in bed en we zien het niet, maar we zijn er wel bij. Ja, ik geloof nooit dat u een hele rustige nacht tegemoet. Nee, helemaal niet. Helemaal. En ik heb de indruk dat er heel veel mensen hier uit de omgeving 's nachts ook de televisie op dat tijdstip aanzetten om mee te kijken. Dat weet ik niet. Dat weet ik wel zeker. Ja. Toch? Nou, dat is wel heel vroeg. Ja, tot slot dank aan Annemiek en Pieter. Oh, wacht even, ik krijg een berichtje binnen dat er volgens mij een berichtje uit Tokio is gestuurd en naar uw telefoon. Aha, dan zullen we eens kijken. Ja, dat klopt. Jullie heeft een berichtje gestuurd. Oké. Okay. Zullen we het even samen even kijken? Ja, tuurlijk. Laat vooral ook aan uw man zien. Konnichiwa. All the way from Japan. Hey, papa, mam. Hey, superleuk dat je in de uitzending zit, die Maas en Peel. Hallo, je bent in één keer bekende Nederlanders nu ik niet tof ben. Wat is dit dan? Nee, alle gekheid op mijn stokje. Ik ben super, super trots op je. Dat weet je. Ik denk elke dag aan je. En ik gewoon aanstaande dinsdag mijn best doen om er een heel mooi feestje van te maken bij toekomst.
Ik heb er zin in. Ik ben net klaar met trainen. We gaan zo meteen lekker eten, want het is hier natuurlijk 7 uur later. Ik wens je nog een hele fijne dag. En ik kan niet wachten om het weer straks te zien als ik thuis ben. En laten we hopen dat ik een hele mooie medaille metneem. Ik ga er in ieder geval alles aan doen. En ik ben super dankbaar en trots dat ik hier überhaupt ben. En dat heb ik in één bedankt te danken. En echt weer. Love you. Doei. Trots is wederzijds, ja, dus, hè, want zij is net zo trots op jullie als jullie op haar. Ja. Dinsdag is het zover. Ik hoop echt dat het gaat lukken allemaal. En zo niet, blijft het even goed een fantastische prestatie. Ze doet haar best. Ze doet haar best. Ja, dit is ook wel typisch. Uw dochter, even een berichtje sturen. Ja, ja. Dit hoort bij haar. Dat hoort bij haar, helemaal. Kijk. En ze begeleidt ons daarin en dat is prima.